Klassieke muziek, pop, jazz en kleinkunst. Het was afgelopen zaterdag allemaal te horen op het Jubileumfestival van de Britten. Dat werd gehouden op het landgoed Schellenberg in een wel hele sprookjesachtige setting. Ja, geweldig. We hebben vandaag met dit prachtig weer het Brittenfestival, omdat we 15 jaar bestaan. En het idee is dat allemaal oud-Brittenen, die al zijn gaan studeren, dat die hier spelen met hun band of met hun kwartet of solo met piano. Het is fantastisch. We zijn net begonnen met Julia Sabaté en het was fantastisch. En het gaat de hele dag door. En wat er vandaag nog allemaal gaat gebeuren, ja, van klassiek tot kleinkunst tot improvisatie. Het is een heel een palet van muzikale stijlen. U kunt alles vinden op www.britten.nl. Daar is een festivalpagina. Daar ziet u alle artiesten die er vandaag zijn. U kunt ook de contrabas uitproberen. En voor kinderen is er nu natuurlijk een kindervoorstelling aanwezig. Ragazzi komt nog. Rosa Herberg komt nog zingen. Bovenste knoopje open. Gaat zo starten. En vanavond komt het Britten natuurlijk. Gaat spelen met solisten. Jong Britten komt nog spelen. Dostojevski strijkkwartet, ook fantastisch. En niet te vergeten Coraline Groen, winnares van Oscar Bach Concours 2020. Die komt ook solo spelen. Nou, het is een feest. En er zijn foodtrucks, er zijn lekkere koffie en taartjes. Nou, wat wil je nog meer? Ja. U gaat zo meteen een workshop contrabas geven. Dat klopt. Mooi instrument. Ja, natuurlijk. Anders stond ik hier niet. Hè? Ja. Ja, nee, het is mijn instrument. Het is een prachtig instrument en een onmisbaar instrument. Het is een kleintje. Voor kinderen dus. En daarom ben ik ook hier vandaag om de kinderen enthousiast te maken om de contrabas te gaan bespelen. En zeker als er al een klein vonkje is. Dus als een kind zegt van ja, maar ik wil even naar die contrabas. Dat er dan iemand is. Zoals ik bijvoorbeeld, of Benjamin die daar zit. En van, ja maar dan natuurlijk moet je dat gaan doen. En dan kan je zulke basjes, van die kleine basjes kun je bespelen. En je hoeft niet te wachten tot je groot bent. Ja, dus daarom ben ik hier. Dat is de bedoeling. Ja. Want van beroep bent u beroepsmuzikant? Of? Absoluut, ja. Ik speel nu in Symfonie Rotterdam. Maar ik heb 32 jaar in het Rotterdam Philharmonisch gespeeld. En ik heb lesgegeven door 21, 22 jaar op Codarts. Als hoofdorkestdocent contrabas. Ja. En nu geef ik veel meer privéles. Ik doe workshops en coach basgroepen van amateurorkesten of van jeugdorkesten van zoals het NJO of het JON, Jeugdorkest Nederland. Ja. Dat soort dingen. Ja. Okay.